Jezus' laatste uren laten zien dat hij echt de koning is. Pilatus laat een bord op het kruis timmeren waarop staat de koning van de Joden. Het staat er in 3 talen, het Hebreeuws, Latijns en Grieks. Iedereen kon het lezen. Wat een wonderlijke boodschap op het kruis van Jezus. Voor iedereen is te lezen wie Jezus is. Hij is de koning. Als Jezus aan het kruis hangt, spreekt hij 7 zinnen uit. Deze noem je de kruiswoorden. 3 van de 7 zinnen zijn voor anderen bedoeld. En 4 zinnen zegt hij over zichzelf. Deze kruiswoorden staan verspreid over de 4 evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het klinkt vreemd dat de dag waarop Jezus stierf goed genoemd wordt. Jezus heeft zwaar geleden op de weg naar het kruis. Hij is geslagen en gemarteld en toch liet hij het gebeuren. Jezus' laatste woorden aan het kruis laten zien dat hij werkelijk koning is. Jezus schreeuwt het uit. Het is volbracht. Het zijn maar 3 woorden, maar alles is ermee gezegd. Jezus heeft alles gedaan wat hij moest doen. Profetieën zijn vervuld. Hij sterft voor onze zonden, zodat wij verlost zijn. Zo opent hij voor ons, door zijn bloed, de weg naar God. Heere God, wij willen u hartelijk bedanken, omdat u uw Zoon aan ons gegeven heeft. Wat een wonder is dat. Heere Jezus, wij willen u bedanken, omdat u de straf voor ons wilde dragen. Dank u wel dat u het kruis op u heeft genomen. Dat u zelfs de dood in wilde gaan. U bent echt een koning. We willen aan u vragen of u ons wilt helpen om te zorgen voor elkaar. Niet alleen voor onze vrienden, maar ook voor de mensen en kinderen die wij niet goed kennen. Ja, die we misschien wel niet aardig vinden. Dat is niet altijd makkelijk, Heere God. Maar geef ons toch de moed en de kracht om dit te doen. Want u zegt zelf, wat wij doen voor de ander, dat doen we voor u.
Wilt u voor ons zorgen? Wilt u ons geven wat we nodig hebben? Wilt u de koning van ons hart worden? Dit vragen we u alleen om Jezus' wil. Amen.